Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Vandaag in Booming Brabant. Binnen een paar jaar dreigt het internet vast te lopen, maar volgens hoogleraar Tom Baks van de Technische Universiteit heeft Brabant al lang de oplossing in huis. Nog een mooie Brabantse vondst, een dwarslesie en toch kunnen lopen. Sjaak Dekkers over dat medisch wonder. Economiejournalist Esther van Rijswijk is mijn compagnon vandaag. Laat je weer verrassen door al het moois wat in Brabant wordt bedacht. Dit is Booming Brabant. Welkom bij Booming Brabant, een programma over het nieuwe ondernemen in Brabant. Fotonica. Als we er fors op inzetten, gaat Brabant er goudgeld aan verdienen. Want deze techniek die zorgt ervoor dat het internet ook over 5 jaar nog werkt. Opnieuw leren lopen. Voor mensen met een dwarslesie is dat hun grote droom. En dankzij een Eindhovense techniek kan dat binnenkort werkelijkheid zijn. Slecht gedrag moet je afleren, maar dat valt vaak tegen. Tenzij je hulp krijgt van een app. En een bedrijf starten is vaak pijn lijden. Dat geldt zeker voor de start-up Kleur en Cadeau. Mijn compagnon van vandaag is Esther van Rijswijk. Fijn dat je er weer bent. Dit viel jou op deze week? Ja, vandaag de Oranje stoppen met fiscale ontwijkingsroutes. Ja, dit is wel grappig, want onder meer Christina, die bleek in 2009 al de belasting te ontwijken. Dat is legaal en dat mag. Dat ging Balkenende toen ook uitleggen in de Kamer, dat het mocht. Mm-hmm. Maar je merkt hier toch wel dat denken daarover heel erg aan het veranderen is. Want het mag, en we hebben de Panama Papers en zo gehad. Maar moet je ook alles doen wat mag? Of heb je niet gewoon een morele plicht om hier af te rekenen? Volgens mij heb ik hier vorige keer genoemd dat als je 100 Nederlanders neemt, dat de 10 rijkste dan meer dan de helft van de inkomstenbelasting betalen. Dus zomaar boos worden op die rijken, dat heeft allemaal niet zoveel zin. Maar als het om vermogen gaat, dus hoeveel je op je spaarbankje boekje hebt staan of in beleggingen, dan hebben rijke mensen wel echt heel veel meer mogelijkheden om heel weinig belasting te betalen. En met z'n allen worden we daar langzaam boos over. En die Oranjes die voelen dat aan. En die denken we doen het niet meer. Daar gaat iets veranderen. En dat, ja. Dat is op zich mooi om te zien, toch? Ja, denk het wel. Oké, dit viel ons op deze week. Philips die brengt de lichtdivisie naar de beurs. Nadat het al een tijdje te koop stond natuurlijk. De gloeilamp, ja, dat is het onderdeel waar het bedrijf groot mee is geworden. Het onderdeel wordt nu verzelfstandigd. Een tijdje terug kwam ook in het nieuws dat Philips stopt als shirtsponsor van PSV na 34 jaar. En dat doet pijn, met name bij oud Philips medewerkers. Sjaak, jij bent er zo een, hè? Doet dit zeer dat PSV is klaar, de lichtdivisie is klaar, het oude Philips is niet meer? Oude Philips is niet meer. Dat doet misschien wel pijn, maar dat meer om nostalgische redenen. Ik denk dat het wel een natuurlijke trend is en dat het ook helemaal niet verkeerd hoeft te zijn. Je ziet dat heel veel oud Philips onderdelen die nu zelfstandig verder gaan, een heel bloeiend bestaan hebben. En ook het ecosysteem hier in Brabant zeker een boost geven. Ja, wel hè, 125 jaar Philips dit jaar. Ja. Logische veranderingen? Ja, tuurlijk. De wereld is totaal anders dan 125 jaar geleden. En ze zijn zo groot omdat ze toen iets briljants bedachten. En dat moeten ze blijven doen. En ja, dat zullen andere dingen zijn. Hoe vaak denk jij bij jezelf, morgen ga ik gezonder eten. En vanaf morgen ga ik meer bewegen. Ja, die goede gedachten die hou je vaak maar een paar weken vol. Ondanks dat je weet dat het zoveel beter voor je zou zijn. Het is tijd voor een extra duwtje in de rug. Het Bredaanse bedrijf The Habit Agency die bedacht een app waarmee we onze leefgewoontes en gedrag wat meer kunnen sturen. Wij zijn gespecialiseerd in het stimuleren van gedragsverandering. En we hebben een platform gebouwd, een IT-platform, om te helpen om dat te bewerkstelligen. Het idee is eigenlijk begonnen met het feit dat er zoveel cursussen en programma's die mensen eigenlijk leren in een dag om iets te doen. Gedrag te veranderen, nieuwe vaardigheden aan te leren. Maar eigenlijk bij al die dingen appt het na een week of na een paar dagen appt het weg. En wij weten inmiddels dat als je gedrag wil veranderen, moet je in kleine stapjes dingen blijven herhalen. Nou ja, in de zorg waar we nu staan, in Termion, bij het Field Lab, eerste lijnszorg, daar helpen bijvoorbeeld de fysiotherapeuten die mensen met artrose aan de knie en heup en lage rugklachten begeleiden. Helpen wij om niet alleen zeg maar hier in consultvorm mensen te masseren of te leren om oefeningen te doen, maar dat die mensen met behulp van een app ook die oefeningen thuis kunnen doen.
Nou, een hele interessante app. Dan kan je heel veel informatie uitlezen over, over je gezondheid. Vooral hoeveel je beweegt en of je voldoende rust, of je voldoende slaapt. Nou, ik kreeg op een gegeven moment een melding van je zit te veel stil. Ik heb last van lage rugklachten. Dus het is belangrijk dat ik goed zit, dat ik actief zit en dat ik voldoende beweeg. Iets wat ook uniek is aan ons platform is de coachfunctie. En via een beveiligde chatomgeving kan die coach communiceren met de deelnemer. Ja, dat is wel prettig, want dan kan ik ook regelmatig contact hebben met mijn cesartherapeut of de fysiotherapeut. En hoef je minder naar het gezondheidscentrum te komen. Ja, het is coaching op afstand. Een hele andere band krijg je wel met je, cliënten. Dus het is even wennen, het is even zoeken. Maar ik vind het wel een heel leuk initiatief. Je bent juist veel meer betrokken. Je gaat mensen ook eigenlijk volgen achter de PC. Ja, ons platform combineert eigenlijk een heleboel dingen. Aan de ene kant kunnen we de kennis, zeg maar, die zorgverleners of trainers hebben op het gebied van trainingen, die kunnen we omzetten in vragenlijsten en opdrachten. Anderzijds kunnen we gedragsverandering dus ook meetbaar maken. Dus we maken meetbaar wat het verschil is geweest na de interventie, na de training. En we kunnen onderzoek doen met die resultaten. En als je dat continu doet, dan kan je zorgen dat eigenlijk de training, de zorgverlening of alles waarmee je bezig bent uiteindelijk ook beter wordt. Een bericht van mijn cesartherapeut. Hoi Alex, ik zie dat je weer goed bezig bent geweest deze week. Dagelijkse activiteit is lekker hoog. Hoe gaat het met de pijn in je rug? Voel je al wat verbetering? Groetjes, Nanette. Nou ja, inderdaad, ik beweeg voldoende, maar ja, de pijn in mijn rug, daar ben ik nog niet vanaf. Dat is dan jammer, dat zat niet in de app. Maar wel een mooi voorbeeldje van internet, toch? Ja, en ik vond het heel leuk toen ik las dat zij kwamen, want ik vind heel goed wat ze doen. Maar ik ben natuurlijk journalist en econoom, maar ik heb ook software ontwikkeld. Eerst voor journalisten, maar ook met een bevriende psycholoog van een verslavingskliniek hebben wij een app ontwikkeld. Om zij helpen je om je goede gewoontes te verbeteren. Mm-hmm. En die helpt echt om slechte gewoontes om daarvan af te komen. Dus als je te veel drinkt, te veel eet, te veel rookt. En eigenlijk is het heel simpel. Je moet gewoon een foto maken voordat je iets gaat doen. Voordat je iets gaat eten of wat gaat drinken. Van jezelf? Of? Dat maakt eigenlijk niet eens veel uit. Maar van het glas of van je eten. Maar het mag ook een selfie zijn. En er zit wel, het is een heel wetenschappelijk bewezen concept. Je gaat gewoon je hersenen rewiren. Je gaat die automatische piloot, waardoor die fles aan het eind van de avond leeg is, of waardoor je toch weer drie keer hebt opgeschept, die leg je plat. Goed. En het is niet makkelijk. Het is echt moeilijk, want van een verslaving afkomen is moeilijk, maar het werkt waanzinnig goed. En het is leuk, we gaan zo met Sjaak over praten. Die zegt ook van ja, dat kan. Je kan je hersenen opnieuw zo aanleggen dat ze van die slaven afkomen. Inderdaad, dat is een heel interessant verhaal. We gebruiken dus steeds meer apparaten die we aansturen met onze telefoon. We sturen berichten en we streamen urenlang video's en series. Het dataverkeer groeit zo snel dat het bijna verdubbelt ieder jaar. En als we zo doorgaan, dan zijn we over een paar jaar door die voorraad heen en ligt misschien het internet wel plat. Fotonische chips, dat zijn de oplossingen. Afgelopen week werd het Institute for Photonic Integration geopend in Eindhoven. En daar zetten ze groots in op die fotonica. Ton, jij bent dus directeur van het instituut. Hoe belangrijk is het dat we daar fors op gaan inzetten? Nou ja, als we het niet doen, dan zien we dat het internet inderdaad waarschijnlijk over orde grootte 4-5 jaar helemaal vastloopt. Omdat we dan onvoldoende elektrische energie weten op te wekken om de groei in feite door te kunnen zetten. En wat gebeurt er dan als het vastloopt? Wordt het veel langzamer? Nee, wat je dan ziet is dat de vraag die mensen hebben, daar kun je niet meer aan voldoen. Dus voor de gebruiker wordt het inderdaad langzamer, maar het gaat gewoon stagneren. Het verkeer wat je door het internet heen kunt krijgen, gaat stagneren. Ja. En omdat we steeds meer willen, denk maar wat je 10 jaar geleden met internet deed en wat je nu met internet doet. Dat is niet bij te houden natuurlijk. Als je dus 10 jaar geleden was je blij dat je inderdaad gewoon een stukje muziek kon downloaden. Ik kan er niet meer terug voor mijn gevoel, toch? Niemand? Nee, dat sowieso. Dat geldt voor iedereen. Maar nu gaat dat nog via micro-elektronische chips. Ja. Ja. Dat zeg ik goed zo, hè? Ja, zeg je. Maar hoe werkt dat dan precies, in het kort? Nou, in het kort graag, ja. Microelektronica werkt met elektriciteit. Daar heb je dus elektronen voor nodig. Ja. Dat zijn de informatiedragers. En fotonica, dat werkt met fotonen, lichtdeeltjes zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Wat zijn dan de grootste voordelen van fotonica ten opzichte van die stroom? Nou, dat die fotonen, die kun je eigenlijk met veel minder energie kun je die dingen laten doen. Dus daar kun je met veel minder energie kun je daar informatie in kwijt dan je met elektronen kunt. En je kunt een veel grotere bandbreedte aan. En internet
werkt met bandbreedte. Dus als je films wil downloaden, dan wil je heel grote bestanden in heel korte tijd wil je kunnen overdragen. Mm-hmm. We willen dus steeds meer, want we zijn intussen ook video aan het streamen. En we doen intussen HD-TV, we gaan natuurlijk naar Ultra-HD-TV. We gaan straks gaan we 3D-TV downloaden. We gaan dat internet ook gebruiken voor Internet of Things, waar apparaten met elkaar gaan communiceren. Ja. Dan wil je het nog een stukje sneller hebben. En hoe gaan jullie daarop inzetten met het instituut? Nou, het instituut gaat ervoor zorgen dat de kennis die we nodig hebben om daar nieuwe producten mee te maken. En dat is dus in eerste instantie die producten die je nodig hebt om die datacenters vooruit te helpen. Mm-hmm. Dat die technologie dat die ook daadwerkelijk in de markt komt, dus dat die commercieel inzetbaar wordt. Dat is heel belangrijk, want dat wordt vaak vergeten eigenlijk. Ja, het is een klein detail, maar ja. Dat is natuurlijk wel een essentieel ding. Dus de kennis hebben we, daar is ook al stevig in geïnvesteerd. Hè. Alleen aan TU Eindhoven is 300 miljoen de afgelopen 20 jaar geïnvesteerd. Ruim 300 miljoen in die ontwikkeling van deze technologie. Er is op meer plaatsen in Nederland geïnvesteerd. En over heel de wereld is er natuurlijk best veel geïnvesteerd. Nou inderdaad, want dan hebben we het over 300 miljoen hier in Nederland. Maar als je naar Amerika kijkt, Japan en China, die steken er miljarden in. Ja. Hoe is onze positie ten opzichte van hen? Nou, het goede nieuws is dat we een kennisvoorsprong hebben. Doordat we inderdaad zo hoogstaand geïnvesteerd hebben en ook daarmee hele goede mensen naar deze regio toe gehaald mm-hmm. hebben. De kennisvoorsprong is ongeveer 2 jaar. Dat is door een commissie van wijzen is dat bepaald. We hebben regelmatig visitaties, heet dat dan. Die kijken. In China hebben ze vast ook zo'n commissie. Ja, dat zijn 10 jaar geworden. Nee, die commissies, dat zijn dus de experts op dit gebied wereldwijd. Die maar doen dan die nog, wetenschapsvisitaties. Straks legt Amerika een dikke duit geld neer en dan halen ze die fantastische mensen daar naartoe en hebben ze dan daar voorsprong. Dat gaan we dus proberen te voorkomen. Ja. Dus wat we wel gaan doen is het ecosysteem hier zo opbouwen dat het eigenlijk heel erg lastig wordt om de krenten uit de pap te halen. Ja. Dus op het moment dat je zo'n krent uit de pap gaat halen, zie je het als een boom die moet wortelen. En als je dan die boom probeert te verplanten, dan ja, als je de wortels afkapt, heb je aan die boom niet zoveel meer. Maar is het reëel dat we die positie kunnen behouden als zij zoveel miljarden erin pompen en wij als landje met 300 miljoen zitten? We hebben hier een zwaartepunt. Dus het is vanzelfsprekend eigenlijk dat hier een soort hotspot in de wereld gaat komen. Ja. Op het moment dat we ook wel degelijk gaan investeren. Maar wie gaat dat geld hier brengen? Nou, als je kijkt waar het in Amerika gebeurt, waar het in China gebeurt, waar het in Japan gebeurt, dan zijn het publieke investeringen die de basis vormen. Mm-hmm. Dat zullen we ook hier moeten doen. Dus er zal publiek geld in moeten om die technologie naar toepassing toe te brengen. En dat zullen we ook best significant moeten doen. Dus maar gaat hoeveel echt is er nodig dan de komende nou, als jaren? Je moet denken aan, alleen al voor het onderzoek zul je de komende 10 jaar minimaal 150 en waarschijnlijk zo rond de 250 miljoen nodig hebben. En om wel dat onderzoek op dit niveau door te zetten. We hebben een stevige kennisvoorsprong. Mm-hmm. Het zou vreselijk dom zijn als we dat gemeenschapsgeld wat we tot nu toe in geïnvesteerd hebben. En waar we die voorsprong mee gehaald hebben. Als we dat gewoon laten weggaan. Ja, je wel krijgen dus. Je rekent erop dat wel goed komt. Tuurlijk, dat gaat goed komen. Maar het leuke van die fotonica is dat er ook heel andere dingen in feite mogelijk worden op het moment dat je die technologie naar de markt gaat brengen. Op medisch gebied, op industrieel gebied, echt ongelooflijk veel. Eigenlijk iets in dezelfde zin. Het begin van de toekomst. Het begin van de toekomst. Het ja. is we staan de nieuwe gloeilamp. Ja. Wie weet, we moeten die boot in ieder geval niet gaan missen. Dankjewel. Nee. Hoe gaaf is het als je in een andere wereld duikt die er levensecht uitziet? Dat is toch wel het ultieme dat je kunt bereiken met virtual reality. Het Bredaanse bedrijf Atlantis Games is er een specialist in. Ze maken niet alleen spelletjes voor de fun, maar kunnen je ook een kijkje in de toekomst geven. Oh, dat is apart. Je denkt ook echt dat je vooruit gaat, joh. Dat is... Ook zie je ook mijn benen bewegen. Dit is ontwikkeld samen met onze Academie voor Logistiek in opdracht van de gemeente Breda. Die wilde in de stad een nieuw fietspad aan gaan leggen en dat willen ze testen. We hebben de omgeving van Breda waar het fietspad gaat komen, hebben we virtueel gemaakt. Functionele VR. Heel functioneel, omdat je dit in het stadskantoor van Breda kunt gaan zetten. Burgers kunnen daar gewoon op gaan zitten en kunnen kijken wat hun ervaring is, wat het mooiste is. Oh, hilarisch. Het stomme is ook dat je het gevoel hebt dat je ook echt aan het vooruit fietsen bent. Je gaat nu naar rechts, hè? Dat vind ik echt heel eng. Vooral als je dan die fiets naar rechts gaat, dan wil je zelf ook naar rechts, zeg maar.
Met je lichaam wil je meebewegen, maar dan moet je dus nou juist even niet doen. In een andere nieuwe versie dan gaan we ook het sturen inbrengen. Dus dan, ja. kun je zelf sturen. Om te meten hoe snel je rijdt, maken we gebruik van eigenlijk gewoon dezelfde technologie als waarmee je een kilometerteller op je fiets aandrijft. Dat gaat dan naar dit kastje toe. Yeah. En dat meet hij op van magneetjes die hier aan de spaken zitten. Oh ja, hier zo. Ja. En die data die stuurt hij gewoon door naar de computer. En dat drijft dan uiteindelijk zo je fiets ook in de virtuele wereld voor. Ja, maar wat is dit allemaal dan? Hier zijn we nu nog mee bezig, maar in de toekomst gaat dit gewoon direct de data van je wiel doorsturen naar de computer. Dus daardoor weet die computer nog sneller hoe snel je aan het fietsen bent. En dan lijkt het nog echter in de virtuele wereld. Oh ja, maar deze straat herken ik wel. Ja, ja. Dat is de Sophiastraat en die gaat naar de Ignatiusstraat. Ja, hoe echt zijn die huizen? Want volgens mij die huizen zijn wel, echt. Die zijn echt. Dat zijn, klopt wel, hè? Als je echt gaat kijken, hier heb je het NATV-gebouw. Ja. Dus als je daar dadelijk voorbij komt, je rijdt nu een tunnel in. Maar je kunt hem ook bijvoorbeeld op nachtstand zetten. Ja, je kan ook. Oh, en dit is natuurlijk een nieuwe tunnel dan, ja, hè? Kijk, en dit is zoals je het s'avonds kunt zien. Met licht, heel verantwoord. Als je hem weer terug op dag zet, ja. Je kunt de kleur van het fietspad aanpassen. En dit is dus één van de versies die de gemeente wilt, ja, misschien? Ja, maar je ziet ook dat je nu ook meteen de kleuraanpassing van het fietspad krijgt. Ja. Hè? En ik krijg ook nog mijn beweging vandaag, hè? Ja. Nou, de remmen doen het ook. Nou, het is wel een aparte ervaring, dit. Het is een beetje het gevoel als je in een stilstaande trein zit en er komt een andere trein voorbij, dan heb je het gevoel dat je vooruit gaat. Nou, dat is met die fiets precies hetzelfde. In je hoofd ben je echt aan het fietsen en denk je echt van, oh, ik moet naar rechts, naar links. In het feite blijf je gewoon staan. Een heel raar gevoel. Leuk? Ja. We duiken een andere wereld in. Jaarlijks lopen zo'n 400.000 mensen een dwarslesie op. En weer kunnen lopen is dan ook hun grootste wens. Die droom die komt een beetje dichterbij met de therapie die G Therapeutics de komende jaren wil ontwikkelen. Het Eindhovense bedrijf haalde 36 miljoen euro op voor de verdere ontwikkeling. En Sjaak Dekkers, jij bent CEO van G Therapeutics. Werken jullie aan een medisch wonder? Medisch wonder, ik denk dat het voor die patiënten zeker zo gevoeld wordt, ja. Ja, als een wonder. Ja. Want hoe werkt die therapie precies? Wat wij doen is twee dingen. Wij plaatsen een sonde met een aantal elektrodes in het ruggenmerg. En die is verbonden met een soort pacemaker. Waardoor we dus kleine stroompjes kunnen toedienen aan het ruggenmerg. Mm-hmm. En daarmee kunnen we precies op het goede moment, op de juiste plaats, wel een aantal spieren stimuleren. Dus al die spieren een duwtje in de rug geven. Want hier zien we eigenlijk het verhaal wat jij ja, zojuist vertelde. Hè? Ja, je ziet daar dus inderdaad de wervelkolom, de ruggengraat, die sonde, die schuif je naar binnen in het ruggenmerg. Mm-hmm. En dan krijg je stroompjes die de ruggenmerg stimuleren. Ja, ik vind het echt een bijzonder verhaal. En daarnaast hebben we een vrij intensieve periode van fysiotherapie. Waardoor mensen zeg maar weer getraind worden om hun spieren te gebruiken. En door die periode van therapie, waarbij ze ook echt moeten willen lopen, krijg je dat er weer nieuwe verbindingen gevormd gaan worden, zowel in de hersenen als zeg maar, in het ruggenmerg. Bijzonder, dat is eigenlijk wat jij en dat is een beetje dat, die, ja. die neuroplasticiteit, waar jij het straks ook over had, die kun je dus echt gebruiken om dat weer terug te brengen. Die stimuleren de zenuwen? Of de Nee, die stimuleren de zenuwen die naar de spieren benen gaan. Naar de spieren ja, want die zenuwen, dat is het probleem. Ja, die zijn probleem. Helemaal die zijn onderbroken. Ja. Je wil in feite die verbinding weer herstellen. En die gaan dus weer opnieuw groeien, aangroeien? Of ja, dus er groeien geen zenuwen van boven naar beneden. Maar dus de zenuwen die er nog zijn, die gaan dus wel in de hersenen als in je ruggenmerg nieuwe verbindingen vormen. Ja. En die zorgen dat je ze weer na een aantal maanden van trainen weer echt de controle terugkrijgt. En dat trainen is dus niet alleen sterker worden, het is herstellen. Het is herstellen. Er komen nieuwe dingen in je lichaam. Ja, daarom zeggen we ook helping the brain to help itself. Hoe test je dat dit werkt? Nou, de professor Cortien van de Universiteit van Lausanne, die is hier al 15 jaar mee bezig. En je ziet onder andere het filmpje van een rat waar hij dat mee getest heeft. Ja. Er zijn heel veel experimenten gedaan met ratten onder andere en met andere dieren. Waardoor je echt kan aantonen dat je dus dat trainen. Deze muis die wordt dus niet voortgetrokken. Die wil zelf naar de Zwitserse chocola toe lopen die hem voorgehouden wordt. Die niet. En daardoor wil hij dus
echt en dat willen, dat gebruik je dus om die zenuwbanen weer te gaan maar herstellen. Ik moet de vraag toch even stellen, kun je er niet omheen om dit zeg maar zonder muizen te doen of ratten? Eigenlijk niet. Nee, hè? Nee. Dat, ja, je kunt op mensen kun je dit soort experimenten niet toepassen. Er wordt met heel veel respect met die dieren omgaan. Nou, dat is altijd wel even fijn. Dat komt heel goed. Inderdaad. Hoe ver zijn jullie nou met deze ontwikkeling, zeg maar? Want dat het werkt is eigenlijk al bewezen. Ja, dat het werkt is bewezen. Het is aangetoond. De vraag is inderdaad, hoe goed gaat het werken voor welke groep patiënten? Ja. Want je hebt dus mensen met een complete dwarslezen die helemaal niks meer kunnen. Je hebt ook mensen die zeg maar wel kunnen staan, maar bijvoorbeeld helemaal niet meer kunnen lopen of die spierkracht niet hebben. Dus we beginnen met de incomplete dwarslesies van mensen die al wel nog een beetje gevoel hebben of die nog een beetje kunnen staan, maar niet meer kunnen lopen. En we gaan vervolgens kijken hoe ver we dat, ja, hoe groot we die patiëntengroep kunnen maken. Ja. Want er zitten misschien heel veel mensen nu te kijken en denken, oh, dat zou wat zijn. In hoeveel procent van de gevallen denk jij dat je mensen met een dwarslesie zou kunnen helpen? Ja, dat is moeilijk te schatten natuurlijk. Wij zijn een start-up die net begonnen is. We zijn er nog zeker een jaar of 5 mee bezig voordat het op de markt komt. Ja. We verwachten over een jaar of 3-4 met klinische studies te gaan starten met ons eigen product. En dan moeten we toch, denk ik, toch wel de helft van de patiënten daarmee kunnen behandelen. Bijzonder. En vervolgens gaan wij kijken natuurlijk hoe ver we dat kunnen oprekken. Maar je hebt nog niet eerste testen op mensen gedaan. Dat gaat nog gebeuren. We hebben 1 case study gedaan die er al veel veelbelovend uitziet. En we gaan de komende tijd al beginnen met een pilot studie een beperkte studie met een aantal mensen. Maar er is 1 iemand die al ervaren heeft. Ja, dat klopt. En dat ziet er heel veelbelovend uit. Ja. Fantastisch. Ja. Want is die groep nog speciaal onderverdeeld? We zeiden dat er 400.000 mensen per jaar bijkomen. Is daar nog iets specifieks over te zeggen? Ja, nou dus ten eerste, de helft van deze patiëntengroep, meer dan de helft, zijn mannen tussen de 20 en 40. Dat zijn opvallend, hè? Gevaarlijke sporten, maar ook gevaarlijke werkzaamheden. Je ziet dat in de niet-westerse wereld de incidentie veel hoger is. Mm-hmm. Omdat daar toch vaker ongelukken gebeuren. Het verkeer is gevaarlijker. Heel veel scooters en motorongelukken. Ja. Dus dat zie je heel vaak. Maar nou hebben jullie 36 miljoen, hè? Is dat genoeg? In de wereld van de neuromodulatie zeggen ze als vuistregel dat het kost 50 miljoen om een nieuwe neuromodulatietherapie naar de markt te brengen. Okay. Dus dan zitten we al op 2/3. Mm-hmm. Dus de komende tijd zal ik ook nog echt gaan proberen om middels subsidies en dergelijke nog meer geld binnen te halen. Het lijkt enorm veel geld, maar als je ziet aan welke wet en regelgeving je moet voldoen. Studies kosten ontzettend veel geld. Ja. En je bent jaren bezig met een enorm team. Er zijn zeker 20, 30 mensen nodig. De komende jaren. Dus het kost veel geld. Nou, wat ik wel mooi vind is dat je voorheen had je het bedrijf Sapiens. Ja. En daarin zochten jullie een methode voor mensen met Parkinson om die trillingen te verminderen. Het bedrijf is inmiddels verkocht aan Medtronic voor 150 miljoen, 1,5 jaar geleden. Dan vind ik het wel bijzonder. Wat intrigeert jou zo? Er zijn zoveel mensen die zien dit als onoplosbare vraagstukken. Maar dit is zeg maar weer een vraagstuk waar jij mee aan de haal gaat. Ja, ik vind het zelf een enorm voorrecht, hè, dat ik in dit soort gebieden mag werken. Want het geeft ontzettend veel voldoening en je helpt er mensen echt mee met hele serieuze medische problemen. Ja. En dat was met Sapiens precies hetzelfde. En dat heb je ook echt nodig als start-up die met zo'n enorm uitdagend probleem aan de slag gaat. Je hebt een groep mensen nodig die allemaal veel beter en slimmer zijn dan ikzelf. En die allemaal ook gepassioneerd zijn om hier willen wij gewoon een oplossing voor gaan maar vinden. Maar je maakt het wel mogelijk op deze ja, manier. Dat, waar heel dat veel is mensen niet bij durven te komen. Dus dan komt ook eigenlijk de logische vervolgvraag. Heb jij al iets in je achterhoofd waarvan je denkt van daar zou ik ook wel eens iets mee willen? Ik ben nu de komende jaren ben ik 100% hiermee bezig. Wat daarna komt weet ik niet. Ik ben wel nu ook al af en toe een mentor en coach van een aantal andere start-up bedrijven. Die ik af en toe ook wel een goede kant op kan sturen of goede tips kan geven. En waar word je dan echt enthousiast van? Wat ben je aan het coachen waarvan je denkt, oh, als ik dit niet zou hebben, zou ik me daarmee gaan? Ja, dus er zijn een aantal, met name in die medische wereld, er zijn natuurlijk zoveel medische vraagstukken. Welk probleem gaan ze oplossen? Hemionics onder andere, een start-up spin-out vanuit Amsterdam, AMC, die gekeken heeft naar hartoperaties, waar toch veel dingen mis kunnen gaan, en waardoor ze met redelijk simpele middelen nou, dat toch weer een heel stuk beter kunnen maken. Ja. Echt serieuze problemen. Waar die ook bijzonder, gewoon, hè? Ja, ik vind het mooi om te horen. Ja. Maar dan als laatste heel kort. Over hoeveel jaar lopen de eerste dwarslesiepatiënten dankzij deze techniek? Nou, ik moet wel voorzichtig antwoorden, maar ik denk dat we inderdaad over 4 of 5 jaar een aantal mensen al daarmee gelukkig kunnen maken. Ja. Dat zou mooi zijn. Dankjewel. Soms moet je over je pijngrens heen om je doel te bereiken. En in het geval van Yvonne Brugman geldt dat zelfs letterlijk. Toen ze aan het bed gekluisterd was door chronische pijn, startte ze een bedrijf in kleurrijke cadeautjes.
Door complicaties na een operatie heb ik hevige zenuwpijn gekregen en daardoor kon ik alleen maar in bed blijven liggen. En daardoor zijn de ideeën ontstaan om wat te gaan doen met ledige blikken onder andere. Ik ben kleur- en stijladviseuse voor interieur en exterieur. En daarnaast run ik samen met mijn man een glas- en schildersbedrijf. En daardoor hebben we natuurlijk heel vaak verfblikken in onze handen. En zag ik wel dat daar heel veel meer uit te halen was. Ik maak bijzondere cadeaublikken. En dat zijn onder andere blikken die leeg zijn, die mensen zelf kunnen vullen met een cadeautje of met geld om cadeau te geven. Relatiegeschenken die gevuld zijn, zoals met pinda's, hartjes, natuurzepen, sojawaksmelt en alles op 100% natuurlijke basis. Ik vond het als start-up moeilijk om werkelijke producten in de markt te zetten, om werkelijk een webshop te beginnen. Omdat het de vraag was of dat ik dat lichamelijk natuurlijk aankon. Maar aan de andere kant geeft het zoveel energie en voldoening. En zijn er 8 verkooppunten en zeker een paar duizend blikken zijn er nu al de deur uit gegaan. En hopelijk motiveert het anderen ook daarbij. Omdat ik zelf besef wat het met me heeft gedaan om met zenuwpijn te moeten leven en te dealen, heb ik een team samengesteld van mensen ook met chronische pijnen en mensen die arbeidsongeschikt zijn, die me nu helpen. En daarbij vormen we eigenlijk min of meer een sociale werkplaats. Ik vind het heel belangrijk om persoonlijk contact te hebben met de mensen. Alles gaat snel tegenwoordig en via internet. Dus vind ik het ook belangrijk om zelf de producten te bezorgen als het kan. En daarbij zelf te horen wat er speelt en in te springen op nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Okay. Ja. Dus de kleintjes bedoel je, dat de kleine ook gevuld zullen worden. Inderdaad. Okay, zeker jongere mensen die zijn heel enthousiast en zeggen, oh dat is echt iets weer voorbij de tijd. Daarom heb ik ze natuurlijk ook in mijn winkel. De teksten natuurlijk, hè. Ja, het is ook een plaatselijk product. Hè. Brabant staat er op enkele blikjes op. Voorheen nooit geen tijd voor gehad. Eigenlijk geluk bij een ongeluk, ja zeker. Ook een mooi voorbeeld van taaie doorzetter. Dan de vraag aan jullie, voor welke ondernemer heb jij nou bewondering, Ton? Ja, er zijn er natuurlijk vele waar ik bewondering voor heb, maar ik wil eigenlijk 2 namen noemen. Mm-hmm. Eentje op het gebied van de fotoniek, waar ik natuurlijk nu zeker middenin zit, is Pim Kat van Technobis. Iemand die het lef heeft om gewoon echt nieuwe dingen op te pakken, niet bestaan. Mm-hmm. En dan daar doorbraken mee kan creëren. Oké, en die andere? Pieter Jansen, die is een tijdje terug bedrijf ProDrive gestart. Ja. En je ziet dat het, dat is booming in dat Brabant. Dat is ook hartstikke booming. Ja. Sjaak? Ja, ik denk Wim van der Leegte. Vanwege het feit dat hij hier in de regio zit. Maar ook omdat hij het bedrijf, ondanks dat ze zo gegroeid zijn, nog steeds ziet als 1 grote familie. En daar ook zijn zorg voor draagt. Ja, mooi. Esther, tot slot. Nou, dit soort mannen. Want wat je ziet is start-ups en zo is allemaal mooi. Maar ik vind dat je begint bij, er is een probleem. Die mensen met die dwarslezing, kunnen we die niet weer laten lopen? Of tot internet. Dat vind ik wel de kern. En je ziet steeds meer. Kijk, dit is natuurlijk geen start-up, die mevrouw van net. Maar daar heb ik ook heel veel bewondering voor. Die mevrouw die heeft gewoon, die kan het niet laten en het moet gebeuren. En we zien ook wel heel veel start-ups in het begin met een sales- en marketingteam. En die denken, we denken eens na over een doelgroep die we iets aan kunnen smeren. En daar zien we er steeds meer van en veel te veel. Maar keihard jarenlang werken aan een oplossing en vanuit de wetenschap vaak ook. Ja, daar heb ik echt de meeste respect voor. Dus zit je nog jaren aan vast. Ja, vanuit visie gedreven vind ik, moet je het doen. En vasthoudend zijn, volhardend en zijn. En wereldproblemen oplossen. Ja. En wereldproblemen. Dat willen we het liefst allemaal. Niet mijn hebzucht. Had ik het maar bedacht. Dank jullie wel allemaal vandaag aan tafel. Ja, tot zover Booming Brabant voor deze week. Wil je nou nog iets kwijt? Laat het ons dan weten op Twitter met de hashtag Booming Brabant. Of stuur een mailtje naar boomingbrabant@omroepbrabant.nl. Volgende week weer een nieuwe portie business. Heel graag, tot dan. Dankjewel. Ja, dankjewel.